Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik op bezoek. Ik ben op bezoek bij een heel bijzondere vrouw. Die eigenlijk, als je wil weten hoe het staat met dieren in de natuur, als je wil weten hoe het staat met het klimaat en al dat soort dingen, dan kan je bij haar op bezoek. Daarom zijn we er vandaag bij Monique Pool. Monique, hoe gaat het? Ja, goed. Het is een beetje warm, hè. Dus, Moeten we niet blij zijn, want we worden getroffen door de regen. Ja, ja, dus ik denk dat we geluk hebben dat er zoveel regen is. Kijk eens wat in Spanje nu aan het gebeuren is. Een ontzettende heatwave, ja. 43 graden. En dat net wat je zegt, smelten, klimaat. Hè? Ja, ik zou... En ik denk dat de mensen ook dan onverantwoordelijk gedrag vertonen, want je ziet ze allemaal zitten in de zee en alles. Ja, ja. Terwijl, wat zouden wij doen? Wij zouden in de schaduw blijven, toch? In de schaduw, toch? Ja. Dus weet je, dus ik denk dat klimaatverandering is gewoon hier. Ja. We moeten het gewoon erkennen. En het heeft effect niet alleen op ons mensen, maar ook op de dieren, op de natuur, op alles. Dus alles wat we nu meemaken heeft te maken met die klimaatverandering? Ik denk dat er veel, veel terug te voeren is op wat er aan het veranderen is in de natuur door die hitte, door de verschillende processen die eigenlijk gezamenlijk lopen. Hè? Want er zijn ook andere zaken die dan gebeuren. Bijvoorbeeld de oceaan is aan het verzuren. Omdat die neemt extra CO2 op, normaal gesproken. Maar doordat het warmer wordt, dan heeft het weer een ander effect. Mensen zullen zich afvragen als je zegt, het zit aan het verzuren. Wat bedoel je dan? Ja, dus je weet, we hebben azijn en je hebt water. Mm-hmm. En die hebben een andere zuurgraad. Hè? Ja. Azijn kan je niet zo drinken. Nee. Of tenminste, ik denk niet dat veel mensen dat doen. Water wel, omdat ze dus een andere zuurgraad hebben. Nou, het verzuren van iets gebeurt door stoffen die toegevoegd worden aan die vloeistof. Mm-hmm. En dat is nu aan het gebeuren met de oceaan. Het is een heel langzaam proces. De oceaan zou een pH moeten hebben van 8. Mm-hmm. Dat is dus iets alkaliën, noemen ze dat. Mm-hmm. Een cola heeft volgens mij een pH van 4 of 5 of zo. Okay. Dus die is best wel zuur. Ja. En water heeft een pH van rond de 7. Okay. Gewoon water, zoet water. Ja. Doordat er nu zoveel CO2 is, dat wordt opgenomen door de oceaan. Ja, begint het te verzuren. En wordt die pH dus lager. Wat zijn daarvan onder andere de effecten? Schaaldieren, die hebben een huidje of een schaal van calcium. Maar zuur breekt calcium af. Je kan het thuis proberen, zet een schelpje in wat azijn. Uh-huh. En dan ga je zien dat na een tijdje is het opgelost. Oké. Nou, dus dit gebeurt onder andere met koraalriffen, met allerlei schaaldieren. Juist. Die dus niet meer, dus daardoor minder bescherming hebben tegen de buitenwereld. Want daarom hebben ze een schaal. Uh-huh. En dus meer vatbaar dan worden voor ziektes en allerlei andere zaken die continu in hun milieu rond. Ja. Dus er zijn een heleboel effecten. En dit is een heel klein dingetje. Ja. Maar er gebeurt van alles en nog wat. In 2019, het is nu zo nat, maar in 2019 hadden we een periode van heel veel droogte. Aan het begin van het jaar, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, was het ontzettend droog, volgens mij 3 maanden lang, geen regen. En er is iets wat ik nooit eerder in Suriname heb meegemaakt, namelijk dat de bomen hun blaadjes begonnen te verliezen. En ik heb daar foto's toen van gemaakt, omdat ik het zo bijzonder vond. Omdat ze zeggen altijd, Suriname is een volledig groen land, toch? Altijd. Het is altijd groen. Mm-hmm. Er zijn een aantal bomen die verliezen hun blaadjes wanneer ze gaan bloeien. Ja. Zoals de kankantrie, de groenhartboom, je weet wanneer hij zo mooi bloeit, zoals er staan nu veel bomen in bloei, toch? Dan zie je alleen die bloemen, er zijn geen blaadjes. Ja. Het moment dat dat is gebeurd, dan beginnen die blaadjes weer te komen. En in die periode begonnen alle bomen hun blaadjes te verliezen. Ook bomen die dat normaal niet doen. En in eerste instantie viel het me niet echt op. En toen
zag ik hier in de tuin, want we hebben hier een paar prachtige Mira Oudoes staan. Mm-hmm. Die begonnen hun blaadjes te verliezen. En opeens begonnen we steeds meer en meer luiaards binnen te krijgen. Mm-hmm. Die er niet goed aan toe waren. Omdat ze... Zij eten blaadjes. Yes, en die, mm-hmm. Als de blaadjes van de bomen vallen, hebben ze geen voedsel. Mm-hmm. In die blaadjes zit vocht, waar ze al hun vocht ook uithalen. Vervolgens hebben ze dat ook niet meer. Dus een heleboel van de dieren waren uitgedroogd. We hebben geprobeerd ze te redden. Normaal krijgen we 2 tot 3 dieren per week binnen. En toen kregen we 2 tot 3 dieren per dag binnen. Oh. Die bijna allemaal uitgedroogd waren. En met behulp van infuus. We werken altijd met dierenartsen om dit soort zaken aan te pakken. We hebben geprobeerd de dieren te redden, maar er waren heel veel kleine dieren. En die heb ik niet gered. Ja, we hebben nog nooit zoveel dieren gehad die dood zijn gegaan. Zo. Dus. En dan zie je het effect, hè? Alles heeft een Want ik dacht eerst in instantie, kijk, als je met Monique Pol praat, praat je alleen maar over dieren, vooral luiaards. Maar nu zien we het klimaat, de effecten van klimaatverandering, doorwerking op de zee, de oceaan en ook op... bomen. Ja, en op bomen, ja, inderdaad. Ja. Ja. En ook bomen, want ik moet zelf zeggen, ik leer constant. Hè? Mm. Dus ik leer elke dag leer ik weer iets nieuws. En ik heb eigenlijk recent, want ik ben natuurlijk wel bezig met bomen, omdat ik met dieren bezig ben. Maar ik heb nooit, gek genoeg, je gaat zeggen van dat had ik niet van jou verwacht. Maar eigenlijk, die boom heb ik nooit echt als een levend wezen gezien. Terwijl het leeft natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar doordat ik wat materiaal heb gelezen van een bekende wetenschapper uit Australië en van Canada, die echt met bomen bezig zijn, die hebben echt ontdekt dat bomen gedrag hebben. Hmm. Ja, ja, kijk, zie je, dat is de reactie, hè? Ja. Maar en ze kunnen dingen onthouden. Oh, ja. Bomen kunnen dat. Okay. Ja, en wat doen ze ook nog? Ze kunnen, wanneer ze bij elkaar staan in een bos en bijvoorbeeld een bepaalde boom heeft kindertjes, toch? Want die zaadlingen, toch, die vallen. En ze beginnen bijvoorbeeld dood te gaan. Dus zo'n oude boom die weet van, op een gegeven moment weten ze dat hun tijd gekomen is. Dan beginnen ze hun eigen resources, dus dat wat ze hebben aan voeding en alles, beginnen ze te delen in eerste instantie met hun eigen kinderen, om het zo te zeggen. En daarna pas met anderen. Zo. Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Maar ook als we kijken naar die animaties, die films, kinderfilms. Ja. Waar je pratende bomen en dat soort dingen. Het zal wel van dat. Dus ik denk ook al die sprookjes, toch, die we hebben. En waarbij, en ik heb het ook in mijn speech gezegd tijdens de decoratie. Vroeger dachten mensen, die is helemaal doorgedraaid, die spoort niet. Ja. Maar wat blijkt nu gewoon, er wordt degelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan dat jij en ik in feite in onze tuin zouden na kunnen doen om te zien of het werkelijk klopt. Mm-hmm. En dat hebben ze gedaan met... Tapikoto heet het toch? Tapikoto. Die als je het aanraakt, dan gaat hij direct dicht. Nou, dat is heel bijzonder, omdat eigenlijk planten bewegen vaak niet op de snelheid dat wij gewend zijn, toch? Want wij bewegen als mensen en dieren bewegen we snel. Maar, en het is eigenlijk hier in dat huis ook al, waar we zitten nu, bij mijn kantoor te zien, is er een plant hier die zich eigenlijk aan het verplaatsen is. Als je hem zou filmen, dag per dag zou je een foto ervan maken, dan kan je zien dat die plant beweegt. Hij leeft. Hij kruipt. Wat blijkt, deze plant, die groeit meestal in de kronen van bomen. Wanneer die boom omvalt, of het valt uit een boom, als je het zou kunnen fotograferen, dan kan je zien hoe hij langzaam maar zeker terugkruipt naar die boom en weer naar boven gaat. Maar omdat het zo langzaam is voor ons mensen, dan beseffen we niet. Dan is het eigenlijk, het beweegt niet. Maar met die Mimosa pudica heet het, die gaat heel snel.
Dus daardoor kan je dan sneller zien, dat is meer wat wij mensen begrijpen, snelle bewegingen. Absoluut. En dan hebben ze prachtige experimenten gedaan waarbij ze hebben aangetoond dat die plant kan onthouden of er gevaar is of niet. Mm. En zelfs na 2-3 maanden, nadat ze weer datzelfde experiment herhaalden, bleek dat die plant het gewoon onthouden had. Wauw. Dat is te gek, hè? Ja. Dus, en dat heb ik ook in mijn speech gezegd vrijdag, we zijn niet de enige intelligente wezens op deze aarde. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu zien we dat ook planten, bomen en dieren allemaal ja. intelligentie hebben. Ja, precies. Ja, ja. Maar Monique, je hebt dus op vrijdag, want je had het net over je speech, van de Franse ambassade in Suriname de hoogste Franse onderscheiding ontvangen. En dat is de, hoe heet het? De medaille Chevalier de la Légion d'honneur. Ja, nou je hebt dat heel mooi uitgesproken, ja. En dat betekent? Ja, het is dus het Legioen van Eer. Dat is ingesteld in 1804 door Napoleon Bonaparte. Als, omdat ze geen militaire rangen eigenlijk meer hadden. Hè. Dus dat is toen afgeschaft nadat de Republiek is ingesteld. Er was geen aristocratie meer in feite, toch? Dus toen hebben ze dus dit ingesteld om mensen toch te eren voor verdiensten die ze hebben geleverd aan het land. Maar er zijn dus ook buitenlanders die dan van tijd tot tijd deze medaille kunnen krijgen. Nee, ik ben dus één van ze. Ik ben, ja, dus echt heel... En hoe zijn ze heel op het idee bijzonder. Gekomen? De Franse... Ik werk heel veel samen ook met Franse wetenschappers in Frans-Guyana. Mm-hmm. Maar ook de ambassadeur kent mijn werk ook. Mm-hmm. Hij, de vorige ambassadeur, Jolie. Die kwam vaak naar het centrum toe. Hij was goed op de hoogte van het werk wat ik deed. Mm-hmm. En hij heeft toen besloten om mij voor te dragen. Oh, ja, nee. Dus zo is het gegaan. Ja, ja dus ontzettende wat was je eer. Wat was je eerste reactie toen je dat vernam? Nou, ik vond het een hele eer. Vooral omdat ze me verteld hadden hoe moeilijk het eigenlijk is om het goedgekeurd te krijgen, oh, weet je. Dus okay, het was niet zomaar iets van dat hij dat voorstelt en dan gaat het door. Nee. Er is een hele commissie die dan gaat kijken van, klopt het? Mm-hmm. Heeft deze persoon het werkelijk verdiend? En ik ben er doorheen gekomen. Het is echt geweldig. Ja, het is echt een eer. Ik bedoel, het is zo mooi, is ook voor Suriname gewoon een prachtige... En het is een bekroning, hè, ja. Het werk dat je doet. Ja. Maar we gaan nu even inzoomen. Want iedereen kent Monique Pool nu, maar wie is Monique Pool? Was je altijd een dierenliefhebster of heb je je altijd bezig gehouden met het klimaat als kind? Nou, met het klimaat niet als kind, want toen was het eigenlijk natuurlijk, ik ben ook al wat ouder natuurlijk, was het nog helemaal niet... relevant in die periode. Ik ben van de jaren 60. Mm-hmm. En eigenlijk, toen hadden we ook bijvoorbeeld nog helemaal niet zoveel plastic. Mm-hmm. Al dat soort dingen, weet je. Toen, ja, want plastic en het klimaat hebben wel degelijk een hele nauwe relatie. Dat vergeten mensen heel vaak, want plastic wordt gemaakt van olie, aardolie. Dus met andere woorden, alles... Het draagt ontzettend bij aan klimaatverandering. Van olie? Ja, ja, van aardolie. Maar waarom breekt het dan niet af? Omdat ze... Blijft, hè? Ja, ja, omdat ze hebben het dusdanig verwerkt. Oh, met stoffen erbij gezet. Met stoffen erbij gezet, dat het een bepaalde structuur heeft gekregen. Mm-hmm. Ja. Het is op zich een prachtige uitvinding. Toch, maar? Maar de manier waarop we het gebruiken en de manier waarop we het vervolgens... weggooien, om het zo te zeggen, die zijn onverantwoord. Ja. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat we stoppen met... Uiteindelijk moet de kraan dicht, want je kan... En moeten we dus echt nadenken waarvoor gaan we plastics blijven gebruiken. Mm. En hoe gaan we ze verwerken aan het eind van hun leven. Ja. Ja. Maar goed, we zijn helemaal afgedwaald, ja, hè? Ja, je ging... Ja. Ja. Had je veel dieren? Nou, ik had altijd wel huisdieren. Mijn ouders woonden toen in Nederland. Ik ben opgegroeid tot mijn 13e in Nederland. Daarna zijn mijn ouders teruggekomen.
En ik had een hamster en een cavia, maar ik deed ook veel aan als ik dieren vond die gewond waren in het wild, vogeltjes, dan probeerde ik die inderdaad te verzorgen. Dat klinkt dus, ja, dus dat, okay. Gek genoeg heb ik nooit dierenarts willen worden. Oh. Ja, want dat zou je dan ja, eigenlijk, maar waarschijnlijk wist ik niet dat dat bestond of zo, dierenarts. Dus wat ja. wilde je worden toen je klein was? Toen ik klein, ik wilde schrijver worden. Oh. Ja. Ja. En van waar kwam dat? Ik hou van verhaaltjes. Aha. En verhaaltjes vertellen. En dus het leek me heel leuk om te schrijven. En eigenlijk schrijf ik nu ook, maar niet in de zin dat ik toen dacht van boeken schrijven. Mm-hmm. Dus ik schreef altijd de krant voor de buurt en dat soort dingen. De schoolkrant hier op school. Mm-hmm. Dus dat soort zaken deed ik wel. En wat ik nu merk, ik schrijf, maar meer wetenschappelijk. Nee, dus... Ja, dus dat is wel anders. Maar je bent dus ja. geen schrijfster geworden. Wat ben je wel geworden? Hoe was je studie lopen? Dus ik wilde eigenlijk talen studeren. Ik wilde Frans studeren. Eigenlijk wilde ik doorstuderen wat ik op de middelbare school deed. En dat was van alles en nog wat. Want ja, breed. Breed, ja. Ik vond dat geweldig om breed bezig te kunnen zijn. Ja. En er was geen enkele studie die daar echt aan voldeed. Ik wilde geen Frans studeren en dan bijvoorbeeld de oude talen. Want ik wilde eigenlijk Frans gaan studeren. Ja. En toen dacht ik, had ik aan mijn ouders gezegd, ik wil naar de University of the West Indies om internationale betrekkingen te studeren. En mijn ouders zeiden, wat is dat? Nog nooit van gehoord. Ze wisten niet wat de University of the West Indies was. We zijn altijd zo gefocust op Nederland. Hè? Dus dat is toen niet doorgegaan. En daarna dacht ik van, dan wil ik naar de Sorbonne in Parijs om daar Frans te studeren. En toen bleek ja, dat dat ook niet zo makkelijk was. Toen niet. Mm-hmm. Nu is dat veel makkelijker. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, dan ga ik psychologie studeren in Amsterdam. Mm-hmm. Ja. En toen kwam ik de moeder van een vriendin tegen die wiskundige was. En die zegt, psychologie? Mm-hmm. Nee, daar heb je nergens houvast aan en zo. Die vond het maar een hele vage studie. Mm-hmm. En die heeft me toen geholpen om iemand... via een familielid van haar om in Brussel terecht te komen op de vertalingsopleiding. Mm. En daar ben ik Engels en Russisch gaan studeren en Frans ernaast. Russisch? Ja, ja. Oké, dus tenslotte werd je tolkvertaler. Ja, en dat ben ik nog steeds. Ik ben nog steeds actief als tolk en ook als vertaler, maar wel... minder natuurlijk. Mm-hmm. Het is wel ook dat wat mij in leven houdt. Daarmee verdien ik mijn geld mm-hmm. over het algemeen. Ja. Zodat ik eigenlijk het werk van de stichting veelal vrijwillig doe. Ja. En de stichting is Green Heritage? Green Heritage van Suriname. Ja. Oké, want dan gaan we dan terug. Wanneer begon je met luiaard? Dat begon in 2005. 2005. Ik had eigenlijk daarvoor had ik al een soort van ontmoeting gehad met een luiaard. Mm-hmm. Die was bezig de weg over te steken. Ik werkte op dat moment werkte ik toen nog bij Conservation International Suriname. Ja. En ik kwam uit Zanderij 1 met een collega van Jan Starke, opleidingscentrum. Mm-hmm. En terwijl we rijden zie ik opeens in de achteruitkijkspiegel... zie ik zo een armpje zo gaan. Mm. Dus ik liep tegen hem. Ik zeg van stop. Mm. En hij ging netjes aan de kant staan. Hij wist nog helemaal niet wat er aan de hand was. En ik stap uit. En ik zie een bus komen. En ik denk jeetje als die bus doorrijdt. Daar rijdt hij over dit dier heen. Mm. En ik wist nog niet eens wat voor dier het was hoor. Ja. En toen heb ik iets heel onverantwoordelijks gedaan. Ik ben namelijk midden op de weg. Gaan rennen richting die bus. Oh, zodat hij kan stappen. Zodat hij zag van, hé, er is een gekke vrouw op de weg. Laat ik remmen. Ja. En dat deed hij gelukkig ook. Mm-hmm. En toen heb ik die luiaard weg kunnen halen. En ik had heel toevallig een programma gezien van een bioloog. Die een dier ook ergens van de weg had gehaald. Dus ik had gezien hoe hij dat deed. Mm-hmm.
echt heel voorzichtig zo met je armen, zo, zodat dat dier je niet kan pakken. Oh, okay. Dus ik heb hem zo opgepakt en toen heb ik met mijn collega besloten om het dier mee te nemen, omdat er geen bos was in de buurt. En we het dus nergens veilig konden wegzetten. Mm-hmm. Nou, en dat zo is eigenlijk mijn eerste encounter geweest met de luiaards. En dat is echt... ik was toen al in de 40. Oh, okay. Ja. Okay. Ja. Want je hebt het meegenomen. Wat deed je toen? Nou, toen moest ik dus gaan zoeken naar een veilig plekje. En ik heb echt de hele stad rondgereden om te zien of ik hem ergens in een boom hier kon zetten. Maar dat ging niet. Mm-hmm. Er zijn te veel gefragmenteerde stukjes. Te veel, dus niet echt bos meer in onze omgeving. Ik heb daar nu wel andere mening over, nu zoveel jaren later. Wat ik toen zag was, het moest ergens anders naartoe. En toen heeft een van mijn andere collega's, een boomkenner, Sammy, die is toen met me meegegaan. Ze zijn naar Saramacca gereden. Mm-hmm. En toen hebben we hem daar ergens in een bos losgelaten. Oh, okay. Ja. En? Ja. Heb je dat is nog... Nooit meer natuurlijk teruggezien. Ze zitten, ik bedoel, er zou een luiaard hier in de buurt kunnen zitten en we zouden het beide niet eens weten, want ze zijn zo goed verborgen in het groen. Soms als we een dier loslaten weer in het bos, dan, en we babbelen met elkaar en dan kijken we weer en dan zeggen we, hé, waar is hij? Want ze zijn één, sneller dan we denken. Oh, dat is het eerste. En het tweede is, ze camoufleren heel erg goed in de bomen. Ja. Okay. Dus dat was jouw eerste encounter. Maar hoe ben je dan op het idee gekomen om te starten met de stichting? Ja, dus de stichting zijn we begonnen omdat ik in 2005 verloor ik mijn hond doordat iemand vuurwerk had geschoten. Oh. En mijn hond was doodsbang voor vuurwerk, is in paniek weggerend. Ik heb hem nooit meer teruggevonden. En toen kwam ik met de dierenbescherming in contact, waar ik eigenlijk ook wel af en toe wat vrijwilligerswerk voor deed. En die zeiden, nee, het dier is niet bij ons. Maar we hebben zoveel andere problemen. En toen begonnen ze te vertellen over al die andere problemen, waaronder een babyluiaard. Zo. Die door een vrijwilliger van hun was afgepakt van een zwerver. Mm-hmm. En ze hadden niemand om voor dat dier te zorgen. Nou, ik wist zelf eigenlijk ook niets van luiaards. Maar toen heb ik wel aangeboden dat ik dat wilde doen. Mm-hmm. En ik ging heel regelmatig met dat dier dan naar dokter Bansen. Mm-hmm. Om te zien van, is hij gezond? Gaat alles goed? En elke keer dat ik kwam, dan vertelden ze me van, oh, ze hadden weer zoveel luiaard aanmeldingen gehad. Miereneters, et cetera. En toen zei ik zeg van, weet je wat? Ik wil allemaal doen. Want ik vroeg me af, wat gebeurt er? Waarom die dieren? Mm-hmm. Waarom geen andere dieren? Waarom geen slangen? En nu blijkt trouwens wel dat er veel meer problemen zijn met slangen in Suriname dan we denken. Of apen, weet je. En nu ik dit werk doe, dan merk ik ook toch dat er veel problemen ook zijn met apen. Mm-hmm. Maar apen bewegen veel sneller. Dus wanneer er ontbost wordt of wanneer er iets gebeurt, dan zijn ze sneller weg. En als er nog bos in de buurt is, dan verdwijnen ze daarin. Die luiaard blijft zitten tot die boom wordt omgehakt. Ja, ja. En zo is het begonnen. Dus ik vond het heel interessant. Ik vond het dier ook erg interessant uitzien. En ik ga je straks ook die foto laten zien van die moeder met die baby. Die moeder heeft zo'n mooi gezicht. Dat babytje ziet er zo schattig uit. Mm-hmm. En ik dacht van, als ik nou dit, want ik was op het internet gegaan en zag dat veel mensen foto's van luiaards gebruikten, maar ook om er geld mee te maken. En toen dacht ik, nee, als dit dier zijn portret wordt gebruikt, dan moet het geld ook naar hem gaan, want het is zijn portret. Ja, toch? Tuurlijk. Ja. Dus toen zijn we die stichting begonnen, Green Heritage Fund Suriname, met het idee dat alles dat wordt gegenereerd uit de stichting terug moet gaan om de dieren te helpen. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja. En nu is het al hoeveel jaar? We bestaan dit jaar 18 jaar. Even kijken, we zijn nu 2022, 17 jaar.
in 25 zijn we 20 jaar oud. Ah, toch? Okay. Ja. Dus best wel lang al. En dankzij alle sponsoren, donoren, partnerorganisaties, vrijwilligers en zo kunnen we dit werk doen. Ja. Wanneer mensen hart hebben voor wat je doet, dan zijn ze ook bereid te ondersteunen. Ja. En we zijn ook heel transparant in ons werk. We leggen verantwoording af. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de donoren, de partners, voor iedereen. Dat ze ook werkelijk zien dat we het geld niet verbrassen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Ja. Want naast dus die decoratie van de Franse ambassade, was je ook naar Amerika. Ja. Daar had je een... CNN Heroes. CNN Hero Award. Hoe was dat? Nou, dat was heel bijzonder. Ik bedoel, geef het aan de Amerikanen om iets, een show te maken, toch? Mm-hmm. Dus, en dat was echt groot opgezet. Ja, precies. Het was in het Museum of Natural History van New York. Een prachtige plek. De mensen die daar waren, allemaal high society, die wij eigenlijk alleen op televisie zien, toch? Dus heel bijzonder om zo dichtbij die mensen te zijn, maar nog mooier om met 10 andere mensen te zijn die ook heel bijzonder werk deden. Mm-hmm. He, die dus ook allemaal die erkenning kregen van CNN. Dus dat was absoluut een geweldige ervaring. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat heeft heel veel geholpen ook om ons werk voort te kunnen zetten. Ja. Maar hoe was de voordracht? Had ook iemand of een organisatie je voorgedragen? Een vrijwilliger bleek achteraf. Een Amerikaanse die hier was geweest om ons een paar weken te helpen. En die blijkbaar mij al heel lang volgde. Die heeft die voordracht gedaan. En die liet me dat toen weten. Ik zeg, nou, denk Kaas niet dat ik daarvoor in aanmerking kom en zo. Maar zij dacht van, nou, ik wil het toch proberen en zo. Ik zeg, nou ja, we zien maar. Ze hebben gezegd, wat is het? Nee, heb je al toch? Ja, inderdaad. En je hebt het gehad. Ja. Maar dat doet goed, hè? Ja. Dat je tenminste, ben je ooit door de Surinaamse overheid gedecoreerd? Ja, als officier in de, moet ik even nadenken hoor, ik ben niet zo goed in het onthouden van die dingen, maar ik ben gedecoreerd, officier. Dat is belangrijk, omdat vaker gesteld wordt van, mensen krijgen de waardering niet in eigen land. Ja. Maar hier heeft men wel ook... Ja, en nog voor die decoratie heeft de Jan Adin Stichting mij de Vedanta Award gegeven. Oh. Ja, omdat zij, wat zij doen, zij kijken naar mensen die... De gedachte van Vedanta, dit heeft te maken met holistische kijk eigenlijk op het leven en in het werk wat je doet. Ja. En dat zagen ze terug in mijn werk. En dus nog voor die decoratie heb ik de Vedanta Award van de Jan Adin Stichting gehad. Zo zie je waardering all over. Ja, nee, dus ik moet zeggen dat dat er echt is. Ja. En ik ben er ook heel dankbaar voor. Het gebeurt nog wel eens dat iemand me op straat aanspreekt en vertelt hoe trots ze zijn. En eigenlijk maakt me dat zo blij, omdat ik deel het echt ook met de mensen. Ja. Want ze ondersteunen mij. Hè? De Surinaamse samenleving ondersteunt ons werk. Mm. En dat is gewoon heel belangrijk. Mm. Ja. En je houdt je nu nog steeds voornamelijk met luiaards bezig? Of? Luiaards, miereneters, gordeldieren, dus kapassies. We doen ook stekelvarkens. Stekelvarkens en luiaards hebben één ding gemeen en dat is ze bewegen langzaam. Mm. En dus als er een ontbossing is, zijn zij de dieren die als laatste eruit komen. En mensen zijn erg bang voor ze. Mm. Ze zijn hele lieve dieren. Ze zijn echt schattig, echt waar. Zijn ze zo niet agressief? Ja, natuurlijk. Ze zijn niet agressief, ze zijn defensief. Hè? Ze verdedigen zich. Ik bedoel, daar staan wij, grote tweevoetige primaten zijn we toch? Die ze misschien bedreigen. Hè? Mensen eten ze uiteindelijk, mag niet, maar het gebeurt wel. Dus ja, ze weten natuurlijk niet altijd of het goed bedoeld is. Precies. En, ja. Oh ja, dus ze verdedigen zichzelf. Ja. Maar
Dan volg je bijvoorbeeld de populatie van de luiaards. Hebben we veel? Ja. Of zijn ze bedreigd? In Suriname nog niet. Okay. Maar net wat ik zei, als we weer zo'n periode als van 2019 krijgen, waarbij een groot deel van onze kustvlakte dus blaadjes verloor in de bomen. En in mijn optiek zijn de dieren vooral in de kustvlakte. Mm-hmm. Ik merk dat, ik hoor wel van luiaards uit het binnenland, maar ik denk dat ze daar veel meer verspreid zijn. Ja. En de concentraties hier in de kustvlakte zijn veel hoger. En dat zou natuurlijk een ramp zijn voor die dieren. Absoluut. En hoe los je zoiets op? En ik had toen een wild idee in 2019 dat we als proefproject zouden kunnen proberen om ons water te gebruiken om bossen die vochtig moeten zijn, vochtig te houden met behulp van water. Mm-hmm. De spray, de sprinklers. Ja. Een heel waanzinnig idee. Het vereist heel wat engineering, maar je zou er wel, denk ik, over na moeten denken. Want ik denk dat Suriname wel degelijk rekening mee moet houden dat er weer een extreem droge periode kan komen. En daarbij zouden er ook wildfires. We hebben het al gehad in de jaren 90. Toen stond het deel van onze kustvlakte, volgens mij Koroni, dat daar waren ontzettende branden. Ja. Het brandt ook heel erg goed. Het is peat, het is een brandstof in feite. Okay. Die als het helemaal droog wordt en vlam vat, dan brandt het heel erg goed. Dus we moeten inderdaad heel erg goed nadenken over hoe we adaptatiemaatregelen kunnen maken, zodat we dat niet hebben. Mm-hmm. Ja. En hoe staat het dan? Maar hebben we een grote populatie van luiaards? Moeilijk te zeggen. Het is heel moeilijk om wij doen alleen de rescues. Oh. We hebben toen op dat stukje van 7 hectare wat ontbost werd, waren er rond de 150 dieren. Dus dat is best veel. Dat is een hele hoge dichtheid van dieren. Maar ik denk in het primair bos in het binnenland dat die dichtheid minder is. Minder. Omdat ze hier eigenlijk nergens anders naartoe konden, zaten ze met z'n allen op een heel klein stukje. Ja. Ja. En want hoe staat het met de ontbossing? Nou, we merken dus dat in droge periodes er direct mensen die land hebben te verkavelen of land hebben waarvan de overheid vindt dat je het moet onderhouden, mm-hmm. wordt snel ontbost en dan verliezen deze dieren dus in één klap hun habitat. Ja. Dus ik denk dat in de kustvlakte en zeker in Groot Paramaribo er best wel dreigingen zijn. En ik denk dat daarop hele innovatieve, creatieve oplossingen voor gevonden kunnen worden door onze overheid. Onder andere door belastingincentives te geven. Stel dat jij een stuk land hebt van 20 hectare en je wil het verkavelen. En als de overheid dan zegt, je krijgt een belasting korting, als jij 50% van je land niet ontbost, maar het groen houdt. Ja. Toch? En er zijn projecten waar ze dat werkelijk doen, alleen is er geen belastingincentive aan verbonden. En ik denk, dit soort maatregelen moeten we nemen om te zorgen dat we groen land blijven, dat onze stad groen blijft. Een van de dingen waar we ons heel erg voor inzetten is One Health. One Health en One Welfare. Want als onze milieu niet gezond is, dan gaat onze eigen gezondheid eraan achter. Inderdaad. Ja. En dus als de dieren ongezond zijn, dan wilde dieren, maar ook andere dieren, zoals onze veestapel, et cetera, dan heeft het een effect op onze eigen gezondheid. Er is recent ook aangetoond in de Universiteit van Amsterdam heeft een studie gedaan waaruit blijkt dat eigenlijk alle vis heeft plastic. Met andere woorden, als jij vis eet, krijg je zeker ook plastic naar binnen. Ja. Dus dat probleem is erg groot. Plastic is ook als een gevaarlijke stof aangemerkt binnen een internationaal verdrag waarvan wij ook lid zijn. Dus met andere woorden, dat wil zeggen dat je voor plastic
omdat het een gevaarlijke stof is, moet je speciale maatregelen treffen om het vervolgens te verwerken, recyclen. Te recyclen, weg te doen. Ja. Juist, op een verantwoorde manier. Ja. Maar jij praat over belasting en dan kijken we meteen richting het financieel plaatje. Ja. Hoe bedruipt de stichting zich? Dus net wat ik zei, we hebben sponsoren, donoren, veel kleine donateurs, we hebben partnerorganisaties. We hebben één Duitse partnerorganisatie die ons specifiek helpt met alles wat met dierenwelzijn heeft te maken. Mm-hmm. Dat is Weltierschutzgesellschaft. En daarnaast hebben we gewoon, doen we projecten. Oh. We doen soms kleine consultancies om ook ons te kunnen bedruipen. Maar dus op verschillende manieren zoeken we naar mogelijkheden om het werk voort te zetten. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. En dat lukt nog. Ja, tot nu toe lukt het prima. Het is een rijke stichting, maar you get around. Ja, we get around. En ik ben er ook heel erg trots op dat we een echte Surinaamse stichting zijn. We zijn geen internationale stichting, dat denken sommige mensen, omdat we best wel een grote impact hebben. En de naam ook, hein? Green Heritage. Dat hebben we met opzet gedaan, inderdaad, in de tijd. Dat hebben we gedaan om één meer bekendheid te geven, ook aan de stichting zelf. Mm-hmm. En het heeft geholpen. Ja. Dus het heeft erg geholpen om die naam te kiezen. Mm-hmm. Maar we zijn een echte Surinaamse stichting. En meestal is het dat de internationale stichting of een internationale organisatie, die heeft hier dan een afdeling, toch? Mm-hmm. Maar wij hebben vanuit Suriname, hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat we een afdeling hebben in Nederland. Ja, zo. En ik vind dat best wel bijzonder. En we hebben een geweldige bestuur daar. Zijn bijna allemaal ex-vrijwilligers. En wat van doen hier. Zij daarin? Zij doen aan fundraising voor onze stichting. Oh, okay. Dus, maar specifiek gericht op Nederland en op doen daar acties. Dus ik hoop ook gauw daar weer naartoe te kunnen om een presentatie te kunnen geven om ons werk te helpen promoten. Ja. Ja. Maar vanuit de overheid, is er daar geen ondersteuning? Ik werk veel samen met de overheid. Mm-hmm. En zeker met het ministerie van ROM, ruimtelijke ordening en milieu, hebben we een erg goede relatie. We werken ook met grondbeleid en bosbeheer samen. Ook omdat we werken met een beschermde diersoort. Mm-hmm. Dus we moeten met ze samenwerken ook. En ja, er is altijd een spanning tussen de overheid en het stichtingen. Het maatschappelijk middenveld. Ja. En ik denk, het is een gezonde spanning. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we samenwerken en dat we ook samen begrijpen dat we hetzelfde doel nastreven. Ja. Ja. Dus uiteindelijk, wij zijn hier niet om de regering of wat voor ministerie ook tegen te werken. Wij willen helpen met de expertise die we hebben om dat in te zetten voor Suriname. Ja, voor Suriname, ja. Voor de dieren en voor de natuur. Juist. Dat is voor ons altijd heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja. En vooral de natuur, dat hebben wij brood nodig. Ja, ja. Maar nu kennen veel mensen de stichting en vinden ze de weg nu om te melden als ze de dieren hebben gevonden of zo. Ja, nou, dit weekend alleen al had ik vier aanmeldingen. Aanmeldingen. Ja. Okay. Ik werk ook heel nauw samen en heel goed samen met de brandweer, met de dierentuin, met de politie. Die verwijzen mensen naar ons door. Mm-hmm. Dus dat is ook een hele fijne samenwerking. We hadden dit jaar, weet je, vaak is het zo dat er een dier wordt aangemeld, dan belt iemand, ja, er zit een luiaard op mijn balkon. Mm. En zo. En dan meestal vragen we, oké, heeft u bos in de buurt? Het hangt af van het tijdstip van de dag. De tweevingerige luiaard is een nachtdier. Oh. Dus vaak als het wel wat later op de avond is, dan zeggen we wel, als u dichtbij een bos woont, hij gaat straks wakker worden en dan gaat hij weg. Maar hoe oud kan een luiaard worden? We denken tussen de 20 en 30 jaar. Oh, ja. Maar dan gaan ze dood. Ja. Oh.
ja, 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 ja. Ja, dus zijn we kortere. Oud worden. Maar... Nee, nee, zijn we kortere. En zeker weet je, met alle gevaren van het leven in het wild. Mm-hmm. Harpijarenden die ze kunnen opeten. Jaguars en andere puma's die ze kunnen aanvallen. Ja, dus het is. In het wild leven heeft ze gevaren. Okay. Ja. Nou, dat was leuk, maar we zien dat je hoeveel dieren. We hebben dus hier nog 2 dieren die dus wachten op hun transfer naar het centrum en naar de vrijheid. En hoe gaat het met ze? Goed, ja. Ze zitten een beetje zielig te kijken, maar dat ze krijgen zo eten. Mm. En dan denk ik dat ze weer een beetje opgevrolijk zijn. Maar later, als je ze, ik kan beelden sturen van als ze los worden gelaten in het bos. En dat is echt ach, prachtig om dat te zie zien. Je ziet, hun hele energie verandert. Mm. Ja, ja. Je zal denken, het heeft helemaal geen energie. Oh, zoals. Nou, ik zorg dat je beelden hebt om te laten zien hoe, ja, hoe snel ze kunnen bewegen. Mm-hmm. Hoe hun energie verandert wanneer ze in het bos zijn en weten dat ze vrij zijn. Dus ja. Iemand hoeft nooit te proberen om een luiaard als huisdier te hebben? Nee, absoluut niet. Het mag niet. Het is gewoon verboden. De dieren horen in het wild te zijn. Ook in gezien de pandemie moet ik ook gewoon waarschuwen voor dat we niet met wilde dieren of zo min mogelijk met ze in aanraking moeten zijn. Moet je ze toch vasthouden? Gebruik iets. Pak een doek. Gebruik handschoenen. Wij kunnen ziekte op hun overdragen. En eventueel zouden zij ziektes op ons kunnen overdragen. Dus ook weer vanuit die One Health gedachte. Wilde dieren horen niet thuis bij ons. Dus als iemand een huisdier wil, een hond of een poes. Juist, of een kip, huiskip. Papagaai. Papagaai is ook papagaai een wild dier. Ook niet, ja, hè? Nee. Geen zoveel apen. Mensen hebben. Ja, maar eigenlijk een papagaai hoort te vliegen. Oh, dus niet in een kooi? Nee. Apen ook niet? Nee, ook niet. Ook geen huisdieren. Oh. Echt, de huisdieren moeten we echt gaan kijken naar dieren die door de mensen gekweekt zijn om met ons te leven, om het zo te zeggen. Of en dat zijn poezen en. Poezen, honden, konijnen. Er zijn zoveel kippen. Ja, toch die huiskip. Kippen om op te eten. Varkens. Mensen hebben zoveel dieren die worden gehouden. Koe. Weet je? Mm-hmm. Ik heb volgens mij onze dierenarts, die heeft een koe als huisdier. Als huisdier. Ja. Maar goed, zij heeft ook natuurlijk de kennis om te zorgen dat zo'n koe gezond blijft. Maar ik denk, als je een dier liefde geeft, dan gaat het altijd goed. Oké. Ja. Tot slot, even een zijsprong. Want iemand zei van, soms wanneer men praat over de Creoolse bevolking, of over een bevolking, dan zegt men leeft als krabben in een ton. Ja. Maar die meneer zegt maar, die ton is niet hun natuurlijke habitat, dus het gaat niet op. Ja. Want wanneer ze op het strand zijn of zo, dan gaan ze elkaar toch niet neertrekken? Of wel? Nee. Nee, en ik denk eigenlijk dat ze elkaar juist gebruiken als... Weet je wanneer ze zeggen van, to stand on the shoulders of... Ah, om dan, ja. Ja, toch? Maar het is dus niet dat ze elkaar neertrekken, is dat... Nee, ze willen eruit, ze willen de vrijheid. Ja, dus dan toch? Moeten we af zijn van dat ding van krabbenmentaliteit, want dan doen we die krabben eigenlijk... Ja, maar dat is vaak... Beschuldigen we ze dat, is, dat is vaak zo dat we dieren gebruiken als metaforen voor menselijk gedrag. Of varkens, maar eigenlijk varkens zijn hele schone dieren. Zie je? Ja. Maar iemand die dan zegt, nee hoor, zet ze en ze gaan roeten en worden je dat is hun natuurlijk gedrag. Oké. Okay. Natuurlijk gedrag. Maar in principe zijn ze schoon. Ja. Dus ze zijn dus, ze stinken niet in feite. Je zou gewoon een varken in huis kunnen houden. Oh. Er zijn ook mensen in andere landen die gewoon varken. Ja. Je hebt van die kleine varkentjes en weet je, er zijn zoveel dieren en er zijn nu zoveel... video's waar je dat ook kan zien, hoe dieren met dieren omgaan, andere dieren, maar ook met mensen, dat we eigenlijk al die negatieve dingen die we zeggen over dieren en negatieve dingen over mensen, eigenlijk allemaal niet waar is. En ik denk gewoon dat we veel liever moeten zijn met elkaar, meer verdraagzaamheid moeten hebben naar elkaar. Want vaak zeggen ze ook van ja, kijk hoe... Hoe die mensen die dieren afslachten. Mm.
En toen gaf iemand me als weerwoord, die zegt, ja, maar kijk eens hoe mensen elkaar afslachten. Nou, het is allemaal gedrag wat barbaars is, in feite. En ik denk dat we als mensen heel goed moeten nadenken over wanneer reageer je, weet je. Zorg dat je je emoties een beetje in bedwang hebt. Ja. Als je thuis iets hebt meegemaakt wat niet leuk was, dan moet je dat niet afreageren op de eerstvolgende persoon die je of op die tegenkomt. Ja. Of zo. Weet je? Zit stil, adem diep in. Tel tot 100. Tel tot 100, juist. En dan ben je weer rustig. En je gaat ook merken dat een ander mens ook veel beter op je reageert wanneer je je rustig opstelt. Misschien komt het omdat ik zoveel naar luiaards heb gekeken. En ik heb gezien dat zij heel verdraagzaam zijn. Daar kunnen we heel veel van leren. Zie als mens. Ja. Nou, Monique, nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd. Dank je. Met je decoratie en alle waardering die je krijgt. Ik denk dat het je helemaal toekomt. Dank je wel. Aan jou het laatste woord. Nou, ik wil alle kijkers en luisteraars en eigenlijk iedereen in Suriname danken gewoon voor de steun die ik altijd heb gehad. Niet alleen ik, maar ook mijn stichting, de vrijwilligers. We zijn daar heel dankbaar voor en we hopen dat het zo blijft. En we kijken uit naar meer interessante interactie met iedereen in Suriname om te helpen de dieren, de natuur en ons mensen gezond en goed te houden. Geweldig. Nogmaals, alle waardering. Dankjewel. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze eigenlijk een beetje bijna speciale editie van In Gesprek Met. U heeft het gemerkt, we konden nog uren doorgaan, want we zijn niet echt gekomen op het klimaat en de natuur. Maar we hebben toch een beetje alles een beetje zo aangekaart. En ik neem aan dat u veel wijzer bent geworden, want ik ben dat in elk geval. We gaan zo meteen even de luiaards groeten. Maar ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering. Heeft u het net gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week. Goeiedag.